Voorzitter, dit is een heel bijzonder moment voor mij. In de eerste plaats omdat het mogen vertegenwoordigen van het volk, of volksvertegenwoordiger zijn, in mijn beleving, het mooiste vak is ter wereld. Maar in de tweede plaats ook vooral omdat het helemaal niet vanzelfsprekend is dat iemand als ik, met mijn achtergrond en mijn levensloop, hier vandaag voor u staat. En ik ga u uitleggen waarom. Wie u vandaag hier ziet staan, is de dochter van een voormalig fabrieksarbeider en een kamermeisje. Geboren in Ghana. Op zoek naar een beter leven en vooruitzichten besloot mijn vader om in 1975 te vertrekken naar Nederland. En ik kan u verklappen, hij had geen uitnodiging. Maar hij had één doel voor ogen. En dat was van zijn leven een succes maken. En daarmee ook het leven van mij en van mijn moeder en van mijn broertje en mijn zusjes die naar mij zouden komen. Mijn vader was een slimme jongen. Ik weet nog, als klein meisje zaten we heel vaak op de bank 's avonds als mijn moeder sliep. Die had niet zoveel met politiek. Dan bespraken wij het nieuws. Hij las The Guardian en Newsweek. En dan bespraken wij de dingen die daarin stonden. Hij wilde heel graag studeren. Maar het ontbrak hem aan kansen. Wat gebeurde er namelijk? Toen mijn vader in de 6e klas zat, lagere school in Ghana, overleed mijn opa. Zijn vader. En mijn opa zorgde ervoor dat er geld was voor zijn uniform, voor zijn boeken en voor de school fees. Een soort studiebeurs in Ghana. Dat viel in één klap weg. Vanaf toen was mijn vader helemaal op zichzelf aangewezen. En hij moest gaan werken. Maar zijn droom hield hij in leven. Ooit zou hij het gaan maken. En met behulp van vrienden vertrok hij naar Nederland. Want Nederland was het land achter de maïsvelden. En in Ghana zeggen we Abrochi. Het beloofde land. In eerste instantie viel het beloofde land hem zwaar tegen. Want zijn eerste maanden zwierf hij op straat in het Vondelpark. Dit verhaal vertelde hij mij pas later. En ik kreeg heel veel ontzag voor mijn vader. Maar zijn ambitie en wil om hard te werken werd uiteindelijk zijn redding. Want toen in 1975 het generaal pardon door het kabinet van Den Uyl werd uitgeroepen, kon mijn vader aantonen dat hij altijd had gewerkt en premies had afgedragen. Hij mocht in Nederland blijven. Wat een feest voor hem. Maar ik, niet vermoedend van dit alles, ik leefde nog in Jabin, zo'n dorpje 20 minuten van Kumasi vandaan met mijn oma. En dat was mijn beloofde land. Mijn moeder werkte in de stad. En op een dag kreeg ik het nieuws te horen dat ik ook naar het beloofde land ging. En ik had daar helemaal geen zin in. Ik was 6. Dan wil je niet anders dan bij je oma zijn en spelen met je neefjes en je nichtjes. En zelf speelgoed maken van kapotte sandalen. En vooral wat ik heel eng vond, ik moest met het vliegtuig. Kunt u zich voorstellen, ik had daarvoor nog niet eens een auto van dichtbij gezien. Ik vond het doodeng. Mijn vader, mijn oma, mijn ooms, mijn tantes hadden echter geen boodschap aan het protest van een recalcitrant 6-jarig meisje. Ik moet nu nog terugdenken aan de dag toen het zover was. Daar stond ik dan, met mijn moeder, op het vliegveld. Vergezeld door een oom, alsof hij wist wat ik van plan was. Ik was namelijk van plan om heel hard weg te rennen. Maar voordat ik het wist, had mijn oom mij gepakt onder zijn arm. En daar zat ik dan, in een KLM-vliegtuig. Ik had een rood jurkje aan, weet ik ook nog. En mijn eerste schoentjes, van die plastic schoentjes waar mijn kinderen tegenwoordig in afzwemmen. Pa was namelijk vergeten
ik weet niet hoe het kwam, waarschijnlijk ook door de spanningen die hij beleefde, dat het weliswaar in Ghana 40 graden was, maar op Schiphol min 20. Ja, daar stond ik dan. Ik kwam in de Amsterdamse Bijlmermeer te wonen. Klieverink, 297, dat weet ik nog. Die flat staat er niet meer, maar ik zie hem nog wel voor me. Een grijze betonnen flat van 10 verdiepingen hoog. En ik ging naar de basisschool. Mijn eerste en mijn beste vriendinnetje, heb ik nog steeds contact mee, heette Gabriela. We hadden heel veel gemeen. We waren allebei klein, van stuk, nieuwsgierig, ondernemend en ondeugend. Zij was blank, blond, blauwe ogen. En ik, nou ja, een beetje zoals nu, maar dan 38 jaar jonger. Van Gabriela kreeg ik mijn eerste fiets. Ze nam me mee uit schaatsen. En ik weet nog, de eerste keer dat we gingen schaatsen, kwam ik thuis en mijn handen waren helemaal verstijfd. En mijn moeder, ik huilde. En mijn moeder had geen idee wat ze moest doen. En wat doe je dan in je logica? Handen onder de warme kraan. Vergeet ik ook nooit meer. Maar Gabriela, zij was mijn steun en toeverlaat. Want zij leerde mij de Nederlandse samenleving kennen zoals geen ander dat kon. Mijn ouders deden alles wat ze konden om mij onderdeel te laten worden van de Nederlandse samenleving. Want zij dachten en zij wisten, als je daar geen onderdeel van uitmaakte, dan kon je ook niet succesvol zijn. En ik moest hun dromen waarmaken. Voorzitter, kunt u zich dan voorstellen hoe boos, furieus en tegelijkertijd ten einde raad mijn ouders waren toen ik als schooladvies MAVO meekreeg, terwijl ik HAVO-VWO scoorde van mijn CITO-toets. En de onderbouwing van de school waarschijnlijk heel lief bedoeld was: je bent te druk, dat klopt. Je praat te veel, klopt ook. Maar het allerbelangrijkste was: je ouders spreken niet goed Nederlands. Ze kennen de taal niet, ze werken in een fabriek. En als jij later wil gaan studeren, wordt dat knap lastig, meisje. Dus waarom ga jij gewoon niet de MAVO doen? Dan kan je, over 4 jaar kan je werken bij de supermarkt en heb je je eigen geld. Maar mijn ouders accepteerden het niet. En het lukte hen om mij op een middelbare school te krijgen waar ik me mocht bewijzen. En hoewel dat niet helemaal lekker liep, lukte het mij wel om mijn VWO-diploma te halen. En toen had ik dat papiertje. Ik dacht, oké, stap 1 is gezet. Ik besloot stap 2 te nemen. Studeren aan de Universiteit van Amsterdam. De universiteit, voorzitter. Ik zou de eerste zijn van onze familie. Ook dat vond ik doodeng. Kon ik de verwachtingen wel waarmaken? Wie zou ik daar aantreffen? Ik was bang dat ik er niet tussen zou passen. En op de eerste dag zei mijn vader, ik zie je nog op de gang, ik had de deur bijna open, mijn rugzak om. En hij komt naar me toe en hij pakte me zo bij mijn schouder en hij zegt, wacht even, ik wil je iets vertellen. Ik dacht, wat nou weer, krijgen we weer een preek? Maar er kwam een boodschap en dat is echt, hij zei, Amma, in die wereld waar jij nu toe gaat treden, zal je waarschijnlijk met jouw achtergrond in de minderheid zijn. Maar weet, jij hebt wat ik en jouw moeder niet hebben. Je spreekt de taal. Je kent Nederland veel beter dan dat wij het misschien ooit zullen kennen. Jij hebt het vermogen om jouw Ghanese wortels te verbinden aan de Nederlandse cultuur. En van beide culturen het mooiste te pakken en bij elkaar te brengen. Wees als een boom. Wees gegrond in jouw basis en jouw oorsprong. Maar reik uit naar de wereld. Wees nieuwsgierig. Dit alles heeft mij gemaakt tot wie ik vandaag ben en waarom ik hier sta. Zonder het generaal pardon. Zonder de wilskracht van mijn ouders. Zonder het toegankelijke onderwijs. Zonder mijn vriendin Gabriela, die voor mij de ontvangende samenleving vertegenwoordigt, had ik hier waarschijnlijk nooit gestaan. Het heeft mij geleerd dat de politiek ertoe doet. Hetgene wat wij hier doen, kan dus het leven van mensen in dit land direct beïnvloeden. En ik ben mij daarvan als geen ander bewust. De politiek kan de samenleving mooier maken dan het is.
eerlijker maken dan het is. En vooral kansen bieden aan mensen voor wie succes geen vanzelfsprekendheid is.